Siem de Jong in vorm. Voor het voetballer van het jaarklassement kreeg in de 22e speelronde Ajax-middenvelder Siem de Jong het hoogste cijfer. Hij maakte de 1-0 tegen Vitesse en kreeg een 8,5. Maar is hij een serieuze bedreiging voor de nummer 1, Luis Suarez, in de strijd om de gouden schoen? De top 10 begint met Alderwereld met 132 punten. Op 8 staat Vertonghen met 132,5 punt. Ook op 8 staat Bosker met hetzelfde aantal punten. Isaacson staat op 7 met 133 punten en op 6 staat Douglas met 134 punten. Op 5 staat Affelay met 136 punten en op 4 De Zeeuw met 136,5. Mertens staat op 3 met 137,5 punt en op 2 staat Krankvist met 138 punten. Op 1 staat net als vorige week Luis Suarez met 144,5 punt. In het elftal van de week staat Stekelenburg op doel. Centraal in de verdediging staan Vertonghen en Alderwereld. Zij staat op rechts en Van Kouwen op links. Rechtshalf is De Jong, linkshalf is Eriksen en mid-mid staat De Zeeuw. Rechtsvoor is Mertens, linksvoor is Wijnaldum en in de spits staat Suarez. Siem de Jong staat nog niet in de top 10. Maar wie weet is hij in de toekomst een kanshebber voor de gouden schoen.